Eerste donderdag in dit nieuwe jaar. Dus eerste maal de Gadget Guru op bezoek. Dag Alain. Hey. Gelukkig nieuwjaar. Ja, mogen we dat nog zeggen? Volgens de luisteraars wel. De hele maand nog. Ja. Helemaal. Ja. En als je nog een cadeautje zoekt voor mij, Alain. Ik heb vandaag gezien dat er een koffer is die als je op reis gaat, die jou volgt op de luchthaven. Dus je zet die op de grond en die volgt jou gewoon tot waar je moet zijn. Weet je zelfs dat er een koffer bestaat waar je een soort van bromfietsje voor op de luchthaven. Echt ongelooflijk. Nee, bestaat echt? Ook. Ja, alles bestaat. Maar je hebt het net eigenlijk over de CES, de CES. Technologiebeurs. Ja, technologiebeurs in Las Vegas, waar eigenlijk alle nieuwe dingen nu worden voorgesteld. Dus en waarom ben jij daar nu niet? Wel, laat ons zeggen dat het net niet uitkomt in de agenda. Maar ik heb wel alles bekeken wat daar binnenkomt. En er zijn drie dingen die opvallen op die beurs. En daar wou ik toch even een paar dingen over vertellen. Robots, smart en gezondheid. Dat zijn de drie dingen. Aha. En als we het nu hebben over die robots, dat is echt overal te vinden op die beurs daar. Ze hebben zelfs een striptease bar met robots. En dat doen ze eigenlijk gewoon maar om duidelijk te maken dat die robots ondertussen zo geëvolueerd zijn dat die zelfs rond palen kunnen draaien. Nee. En ze hebben dus echt een bar gemaakt met de striptease-ende robots. Maar valt daar iets aan te zien dan, aan die striptease-ende robots? Waar steek je dat geld? Ja, daar is niet over nagedacht. Het is ook een gimmick. En dat. Maar goed, zo is er een robot waarmee je Scrabble kan spelen op die beurs. Ja. En dat is wel heel straf, want zo'n robot die moet natuurlijk het bord in de gaten houden, moet zien welke blokjes dat je zelf zet. Ja. En dan zelf dus, daar zit heel veel intelligentie achter en die doet dat op een hele straffe manier. Hij veegt gewoon iedereen van tafel. Want, hij berekent alles gewoon natuurlijk. Ik denk dat dat geen succes wordt, want je kan daar gewoon nooit tegen winnen. Meestal met dat soort dingen kan je het gewoon instellen. Je kan gewoon instellen hoe goed hij het... Zeggen zo robots om huishoudelijke taken over te nemen? Die zijn er wel. Dus er zijn er een heel aantal. Er is er eentje die ik er heb uitgehaald en dat is de Foldy Mate. Ziet er eigenlijk uit als een klein bakje waar op een bepaald moment gewoon kledingstukken maar tot op de halve millimeter correct gevouwen uitkomen. Zalig. Zalig, hè? Voor €1000 volgend jaar kan je een Foldy Mate in huis hebben. Super. Nu, ik zei daarnet smart. Ja. Hè? En dat is het tweede buzzword dat al een tijd bestaat in de gadgets. Hè? Smartphones en smart TV's. Smart, alles is smart. Nu, een Franse meubelmaker heeft een smart zetel gemaakt. Echt waar. Waar je gewoon je gsm kan opleggen en dan begint die automatisch op te laden. Dus je moet dan niet zo met een stekkertje. Je kan het gewoon op de leuning van de zetel. Maar is dat dan wel gezond? De gadget guru is daar niet mee bezig. Wat echt grappig is, je moet naar de volgende foto kijken. Daar staat een man en die heeft... zijn vinger in zijn oor. In zijn oor, Nu moet je eens raden wat hij aan het doen is. Hij lijkt op een veiligheidsagent van Donald Trump. Is hij aan het bellen? That's a big time for. Ja, hij is aan het bellen. Echt? Hij is gewoon aan het bellen. Dus je ziet ook dat hij een horloge aan heeft. Ja. En in die horloge zit een soort van trilding. En dat trilt door je vinger tot aan je oor. Dus je kan gewoon met je oor bellen binnenkort. Nee. Ik vind het echt fantastisch. Dat is een ding van Samsung trouwens. En ik heb nog één dingetje meegebracht. Het is een afbeelding. Ja, misschien kun je het omschrijven. Een broeksriem lijkt het wel. Ja. Ja. Een beetje KW van vroeger zo. Dus dit is, om maar aan te duiden hoe belangrijk gezondheid is op die beurs. Dit is de Highlight Hit Air. En Air doet misschien al een beetje vermoeden waarover het gaat. Dit is een draagbare airbag. Dus die doe je gewoon rondom jou. Alsof het een riem is. En van zodra dat ding detecteert dat je wat... heb je dus een airbag. Ik zou dat toch niet aanraden op vurige dates. Nee, dan val je toch gewoon met je smoel op de grond. Ik heb het zelf niet getest, maar ik vond het binnen de gezondheidscategorie toch wel vermeldenswaardig. Ja, op zijn minst. Het spreekt tot de verbeelding. Absoluut. Dankjewel, Alain.